Hoe kun je iemand uit een overweldigende emotie leiden of begeleiden? Heel vaak kan het goed zijn om een emotie er juist te leren te laten zijn en die leren op te vangen. Maar het kan zijn dat zo'n emotie te overweldigend wordt voor het zenuwstelsel. En dan is het belangrijk om iemand uit die overweldigende emotie te leiden. Of om jezelf uit die overweldigende emotie te leiden. En hoe kun je dat doen? Allereerst is het belangrijk om niet meer te denken aan de trigger die deze emotie heeft uitgelokt. Om als je daaraan denkt, om weer daarvan weg te gaan en om naar het hier en nu te komen. En ik vertel dadelijk technieken over hoe je dat kunt doen in het hier en nu komen, wat helpend kan zijn. Dus je laat het denken over de trigger van de emotie los. En als je therapeut bent, dan verwijs je daar niet meer naar, naar die gebeurtenis. Dan kom je daar ook niet meer op terug in deze sessie. En als je heel hard aan het huilen bent, of als jouw cliënt heel hard aan het huilen is, dan stop je daarmee. Of je vraagt je cliënt daarmee te stoppen. Omdat je met dat hele overweldigende huilen bijna altijd in een kindstuk zit, in iets wat geraakt is vanuit je jeugd. En het is belangrijk om uit die overweldigende emotie te komen, om terug te komen naar het volwassen stuk in jezelf. In dat kindstuk, voor het kind in jou, is dit te overweldigend. Het kind heeft geen regulerend vermogen. Maar als volwassene heb je dat wel. Dus het is belangrijk om terug te komen naar je volwassen stuk. En in dit geval bijvoorbeeld het huilen te stoppen. Of in het geval van woede, de razernij te stoppen. En contact te maken met het hier en nu. Door bijvoorbeeld te kijken als je therapeut daar is, je therapeut aan te kijken. Of als je therapeut bent. Aan je cliënten vragen om jou aan te kijken. Of als die je niet aan wil kijken, om dan te kijken naar iets in de omgeving. Wat is fijn om naar te kijken in de omgeving? En hoe ziet dat eruit waar je naar kijkt? Wat voor kleur? Wat maakt dat het fijn is om naar te kijken? En waar vind je die kwaliteit die jij ziet in dat voorwerp bij jouzelf? Waar vind je dat in jou? Je kunt luisteren naar de geluiden die er zijn. Welke geluiden zijn er dichtbij? En welke geluiden neem je waar veraf? Hoe voelt de aanraking van jouw kleding op jouw huid, kun je dat waarnemen? Waar voel je die kleding en hoe voelt dat voor jouw huid om die kleding te voelen? En kun je ervaren jouw voeten, hoe die contact maken met de grond? Je kunt ook een beetje bewegen met je voeten. Met je tenen, om dat contact beter te voelen.
Is er een beweging in je lichaam? Ik merk dat nu ik met mijn voeten beweeg, dat ook mijn hele lichaam wat beweegt. Hoe is je ademhaling? Gaat die tot in je borstkas of ook tot in je buik? Wat voor smaak is er op je tong? En wat ruik je ook iets op dit moment? Dat is allemaal wat je in het hier en nu brengt. En wat je uit de heftige emotie haalt. En wat ook helpend kan zijn, en daarvoor richt ik mijn scherm van mijn computer wat naar beneden. Je ziet dat ik op een kussentje zit, om wat hoger te zitten, om in beeld te komen normaal. Ik breng nou even mijn benen in zicht. Je legt je handen aan de zijkant van je benen. En dat kan ook zijn terwijl je zo zit. En je drukt je knieën naar buiten terwijl je die met je handen tegenhoudt. En dan ervaar je hoe dat is. Dat zorgt dat de fascia, dus de bindweefselbladen die hier zitten aan de zijkant van je lichaam, aan de zijkant van de container die jij bent, geactiveerd worden. En dat geeft een gevoel van controle en ook van gronding. Dus hiermee voel je dat je een zijkant hebt die jouw lichaam omvat. En wat je ook kunt doen, is dat je gaat staan en dat je ziet mijn voeten nu niet, maar dat je je benen naar buiten drukt, terwijl je voeten op de grond blijven. Dus je voeten blijven staan, maar je richt je benen niet op, maar je stelt je of je spant je spieren zo aan dat dit been eigenlijk zo zou gaan en dit been zo. Dus je spant ze aan dat die beweging ze naar buiten willen en de voeten houden het tegen. Voel dan ook dat mijn bilspieren aanspannen. En ook dan activeer je die fascie hier aan de zijkant van je lichaam, die een gevoel van het bevatten van jouw lichaam, die je grenzen beter laat voelen en die je een gevoel geven van dat je een container bent van de energie in jou en van ook van de emoties in jou. Dat je een begrenzing hebt en meer een gevoel van in controle zijn. Wat ook helpend kan zijn, is om je middenrug, dus ik leg nu even een, om het aan te duiden, een hand op mijn middenrug, om die naar voren te duwen, zodat je borstkas naar voren komt en ook wat omhoog gaat. En weer terug, zodat je je middenrug weer wat bolt. En daar dat verschil voelt van heen en weer gaan. Dat, die beweging die geeft een gevoel van controle over je kwetsbaarheid. Ik ben heel benieuwd naar jouw ervaringen hiermee en misschien kun je dat ook pas later delen als je iets zou willen delen op een moment dat je een heftige emotie hebt gehad en dit toegepast hebt. Dan ben je van harte welkom in het, om het te delen bij de reacties onder dit filmpje.
En een link over meer filmpjes die ik gemaakt heb over traumaheling kun je vinden in de beschrijving onder dit filmpje. En mocht je het leuk vinden om je te abonneren op mijn nieuwsbrief, waarin ik teksten opneem van de Oosterse mysticus Osho over het integreren van meditatie in het dagelijks leven. En waarin ik elke 2 weken een ander onderwerp aankaart, waarin ik mijn nieuwste YouTube-filmpjes deel en mijn nieuwste podcast-afleveringen. En ook mijn aanbod van familieopstellingendagen en omgaan met stressdagen van de komende 2 weken. Dan kun je daarop abonneren en mijn e-mailadres vind je ook in de beschrijving onder dit filmpje.